Het Saramakkaans woon- en leefgebied valt onder het internationaal recht. Daarom wordt vandaag een bord onthuld waarbij de grens duidelijk wordt aangegeven waar het Saramakkaans woon- en leefgebied nou eindelijk begint. En dat wordt gedaan vandaag op Samakadaka, een eenmalige nationale vrijdag. Mevrouw Asawini, wat is de bedoeling van de onthulling van het bord? Oké, ik groet iedereen, alle luisteraars. Vandaag is een bijzondere dag, het is de Samakadaka. Het is 260 jaar dat onze voorouders hun verdragen hebben getekend met de koloniale overheid van toen, dus de Nederlanders, dus Koninkrijk der Nederlander. En we hebben dit bord geplaatst als een grensbord, punt 1, om de mensen duidelijk aan te geven dat op het moment dat je dit bord passeert, dat het het Samaka grondgebied is. En in ons grondgebied zijn er internationale rechtgeving van toepassing. Ja, dat zijn onze rechten, want wij zijn tribale volkeren en wij vallen onder het internationale jurisdicties. We vallen niet onder het nationale. Als je het artikel van Suriname, het grondwet van het Surinaamse overheid leest, artikel 1500, geeft het ook aan dat de Surinaamse overheid, het nationale overheid, zeg maar de nationale wetgeving, valt onder het internationale recht. Dat betekent dat onze rechten in principe daarbovenop staan. Maar onze mensen worden te weinig daarover geïnformeerd wat hun rechten zijn. En als je kijkt naar die Samaka-vonnis, wat is uitgesproken in 28 november 2007, daar zijn onze rechten vastgelegd, waarbij het Surinaamse overheid is gevonnis om het feit dat ze ons niet hebben opgenomen in het grondwet van Suriname. En daaraan toe is het ook aangegeven dat ze hun verplichtingen moeten nakomen. Maar men weigert tot de dag van vandaag. Men wil hun verplichtingen niet nakomen. Onze wetten en regels zijn niet zichtbaar. Dus vandaar dat wij dan zeggen van oké, dan gaan wij een bord plaatsen op ons grensgebied, zodat wanneer de mensen het betreden, dat ze weten welke wetten en regels hier van toepassing zijn. En dat ze zich ook daaraan moeten houden. Want als ze zich niet eraan houden, dan komen ze in strijd met het Samaka-vonnis en met de verdragen van 19 september 1762. Want wij zijn uitgeroepen als vrije mensen en we hebben een autonoom bestuurssysteem. Dat betekent, wij zijn onafhankelijk van de... We zijn niet afhankelijk van de Surinaamse overheid. Ja, we zijn een zelfstandig orgaan op het grondgebied van Suriname. En dat willen we duidelijk maken. Oké, en als het gaat om de procedure die er vooraf is gegaan natuurlijk, om dit tot stand te kunnen brengen, hoe was dat proces eigenlijk? Nou, dat is een hele mooie vraag, want we zijn nu bezig in het grondgebied de mensen bewust te maken van zelfredzaamheid en zelfontwikkeling. We willen de mensen awareness geven, en dat doen we ook, om ze niet meer afhankelijk te maken van de Surinaamse overheid. Als ik het zo grof moet zeggen, het bedelmentaliteit. Iedere keer gaan ze naar de overheid. De Surinaamse overheid moet dit voor ons doen. De Surinaamse overheid moet dat voor ons doen. Terwijl de Surinaamse overheid is niet verplicht. En dat weten ze ook bij de verdragen. De Surinaamse overheid weet het ook. Want we zijn op basis van bevriende natie. Onze mensen dienen en moeten voor hun eigen instituut zorgen, voor hun gramang, mensen. We moeten het gebied zelf in ontwikkeling brengen. Wat hebben we gedaan? We hebben de gemeenschap, dus de Samaka-gemeenschap, gemobiliseerd om gelden bij elkaar te zetten. Dus zonder zeg maar aanvraag bij fondsen of de Surinaamse overheid. We hebben gelden bij elkaar gezet en dan hebben we dit tot stand gebracht. Ja, natuurlijk een proces vooraf waarbij we de president van Suriname, per deurwaarde exploit hebben we hem geïnformeerd, de Gramang heeft hem geïnformeerd dat hij zal staan bij zijn rechten en dat hij zijn rechten echt in acht zal nemen. Zeg maar, al de organen in Paramaribo zijn ter kennis gegeven die dit moeten weten. Regionale ontwikkeling, ministerie van GBB, grond- en bosbeheer. Ministerie van Justitie, dus Hof van Justitie, ministerie van Justitie en Politie. Ze zijn allemaal ter kennis gesteld dat wij onze rechten in acht zullen nemen en ook in ons grondgebied. En zo is het tot stand gekomen.
Oké, okay, en als we kijken naar het naproces, want we denken niet dat we het hierbij gaan laten, alleen maar een bord. Is er al een bepaald natraject uitgeschreven waar er nu aan gewerkt zal worden om dit echt wel te behouden, zeg maar? Ja, dus het is een hele toekomstplanning. Natuurlijk stapgewijs. Ten eerste zullen we dan de ondernemers in ons gebieden, die er zijn, zonder het toepassen van het FPIC, want dat gebeurt in het grondgebied. Hè. We hebben een FPIC, dat betekent voordat je een activiteit, een economische activiteit ontplooit in ons grondgebied, dien je ons te komen vragen om toestemming. En dat gebeurt niet. Men vraagt niet om toestemming. Men komt van, hey, de overheid heeft ons concessies gegeven, terwijl de overheid dat niet, de Surinaamse overheid mag dat niet doen. Als men iets van ons wil hebben, moeten ze komen. Ze moeten ons ook voorleggen, goed informeren wat het zal zijn, hoe zal het zijn, wat zullen de benefit sharing daarvan zijn. Want er moeten ook overeenkomsten gesloten worden van, oké, als jij in ons grondgebied bent, welke activiteit ga je ontplooien? Ik neem het voorbeeld van, houtkap. Als je houtkap gaat doen, betekent het van het hout komt vanuit het grondgebied der Saramakaanders. Wat zullen de winsten eruit voortvloeien voor het Saramakaanse gemeenschap? Ja toch? Wat zijn de benefits daarvan? En dan gaan we overwegen. We gaan kijken van oké, is het wel in hoedanigheid, is het wel nodig? Of kunnen we dat wel missen? Ja of nee? Begrijp je? Want de mensen van het Saramakaans grondgebied, ze zijn vrij in om aan te geven of ze dat wel willen of niet. Maar wat zie je? De mensen krijgen niet de gelegenheid. De gemeenschap krijgt niet de gelegenheid. Traditionele gezag in zijn totaliteit krijgt ook niet de gelegenheid. En dan is men bezig dan, zeg maar, activiteiten, economische activiteiten te ontplooien op ons grondgebied. Wat illegaal is, wat niet mag. En al dat soort zaken zullen we ook aan de orde stellen. Want dat moet ook. Ja. Dank u wel, dat was heel duidelijk. Is goed. Basia? Ja, kapitein. Hoe kan je dat? Odaodi, ahide sembedi kwa aki, pikianga gandhi, uomi kumuye. Tide, dawa gandhi, pizila kadao. Madiwanda kadita chao gote, ala kubu, akpakise ausepi, ambi sapasa ku, teko mitida ka utide aki. Mikebegi unu, be unsa dami, pardon, kudi, wa utide mi ucha kwa aki, non mais barek mise ifone ou satoua sa makatongo non yon dam pi mi sitam sa douan holansi non mi onbe moi ti fe ma yon ta we mustakian sa makatongo ya di pam pias ki fi abaka konde non abaka tongo non mebi ki si yoka si ou sa lesi Womi kumuye. Yonk wan, ku gandhi wan. Pikimi, ku omi wan. Kabite, basia, folu ku sana, folu ku samaka, folu ku matawai. Tide, munde, teni ane gidaka, uriya tudusu kutu enke atu, hembe presis, isteni ya, Libi pasa, di samaka matawai ku, de baka de bibuta sembe akatibo aki, mbe ibukata wanango feti ku usee mo, te omiti usee no odamao, ode diwa, wabi diwa sei warde. No, de sembe de bidao katibo aki no de sembe, upei pei konde West Europa. No, ibi abi jaja womi, Degiati wan, degiati mouye, debi te di pasi, ta de nasadi akite katibo, ou de baka debi kiasembe kwa aki, ou ko woko da de ou de sagudu de konde. Non, ba ako si sa, umbo ou lobi ou sepi, kouma fa ou bi lobi ou sepi, adi katibo, kombe wan e heit. Di fosten, taki, fousa anan, Ta le ou ta de gan sembe fou, de de bicha kwa ki kombe ko saaf ou, de sembe West Europa, de konde kouma Portugal, Spanje, Engeland, Frankrijk, België, kou Nederland. Non, di kaskrine se, posten auto fou, bi le ou ta de
konu konde a West Europa so se de konu konde na Afrika konde bi libi wan libi ku fora I konde de kai Ghana no de bi pe wan do di pe ku ka de bi ta se isembe ba oto sembe no na oto sembe bi de bi se enda de ga wan fu de pasa o face no de sembe mu yo boko no meta so bu ni no tenya se bi ya bi pasa ka no he baka konde Holland si konde kude sembe o Ghana bi ho wan face ta feifi hondo ya di han di baka konde ku Ghana bi abi bukata de ta se I sunda de se handels betrekking de takanya baka tongo no ta haki si use anda handels betrekking di de bi abi de no di antu auto pe abi de auto so mole ki sembe de bi ta se no di fosne auto ta le auto di koloni sana no abide fosu ade ingisi mamao abide adia teni asiki shondo faith teni komiti teni asiki shondo siki teni kuseibi no de kenki sana pua ingisi konde dade san de baka u holan si konde no dide bide adi piste fu on sami ku ya itali na so mi ulasi uno mano ite di foto di te as anaka mi ada de ngi si mano he de kai New York no ite ala de bita kai New Amsterdam no he de se kambe buka ude pa de o ken ki sa na da de ngi si ma po ade ngi si ma Amsterdam da de ngi si ma no he de luku ma de bita feti ku de sepi no he di de o sluit I vrede bu sluata de ta kai vrede de I vrede o breda no he de ta de ngi si ma mak hoi New Amsterdam de ta kai New York no de baka ta hoi sana no sombe baka u ku kai amau u de baka u Holland ma disembe di bi bigimbei panda si kami a sana aki no hembi da Lord we lobby no di ma de kai Abraham Krensen no he ku pu abide wa ma u Sri Lanka abaka konde no di piste sembe bigilo we gwa matu no abide ai piste o de 67 sepi no ne sembe bigilo lo we gwa matu fu di asate de tanga sita fu de tada alamo no a di piste o di ya tenya se bi ondo ku di teni no ne bi fo de ko fu stanta se be bitalo we ku mutu a de panda skamia nango amatu no a itende ne o fo o ko fu stanta o ta mbe di krup o ta kai stamen de o ta kai de ganlo no a de ganlo dende de itabi de pikilo no no di lowe bi lobe no ganse a sanali wa ki ko matawali yo mindi no de fosu sembe de bi di gwa matu no abide di gao mi de kai tata la nu wen ba ayako no di sama kastam bi bostat abigi ko de stam de pikilo utakai di sama kastam no abide machau abaisa awana matawai langu nasi domi kwama no bakadide kota kita ufeti kudete no dia winimo usawiniu sosola chada chada de no he de mbi bukata bo di safeti adiaten tenya sebiondo sikisteni kutu ma fa o ta kita ti de ade pi sisi to ndo ku sikisteni ya yu ku bakambe bukata wa ufeti ku semo
Businenge, Usamaka, Matawai, Nogde, Fis en Befusepi. Basia, Samaka Kudi, overheid, Tudes en Beobaka Konde, no Patikwau, Adi Samaka Stam, no Soakotakita, Des en Beomatawai, onder leiding Watata de Kai Meku, Watata de Kai Musinga. No de kopoti party di gadi adeti fedi ai fasifa di safu di bota di fi gudu bi ta party no abiki wan piki soto bi ko ajugu adendu te abikota kita di tata de kaya bini di bite ke ifre de kure baka no di tata de kai me kuku musinga bisapo imaune no de matawai sembe bi hakisi bakadia bini dede ta de ke o de sepi tenta de defito de ke te ko auto freida no ria kota ki ta a di sepi sepi na sesta no ne de te ko auto freida ku de baka no di sepi tu en sesta ka hi en vi la prisi tuya Dide baka bigombe ifi kude sembe ojuga. Dio takai okanus. No vanaf 19 september 1762 te komi titide. No samaka biabi hen egi ti. Hen egi orde. De ta, dide bita hoi de sepi. Non, so sepi de abi de culture, de abi de fasifa de tabegi de gadu, de abi de fasifa de tabisi de koso. Non, di fasifa de tati de konde, fasifa de takutu, non abi awan bisonde wade. Van dit historisch moment. Het was de onthulling van het bord waarbij duidelijk de grens wordt aangegeven van de woon- en leefgebieden van de Saramakaners. Wij feliciteren de Saramakaanse gemeenschap met dit geweldig moment. Onze rapportage stopt hier, maar het wordt nog steeds feestelijk gevierd.